Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video heb ik een shoplog van de medicamenten die grenzen. En daarnaast wil ik graag ook mijn ervaring delen, want het was voor mij de eerste keer dat ik bij deze winkel was. En ik wil eigenlijk gewoon wat meer informatie geven van wat mij is opgevallen en waar je misschien rekening mee moet houden als je hier koopt. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spulletjes die ik heb gekocht en hoe ik het ervaren heb, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Sommige mensen kennen deze keten misschien al wel vanuit Duitsland. Ik ben er in Duitsland toentertijd niet geweest en het was voor mij ook een beetje nieuw dat die eigenlijk ook in Duitsland zat, want dat wist ik niet eens. Tegenwoordig openen er ook steeds meer filialen in Nederland. En wat ik heb begrepen is dat elke provincie minimaal één filiaal heeft. Als je echt een hele grote provincie hebt, zitten er misschien wel meerdere. En ook zullen de winkels gewoon qua grootte heel erg verschillen. Niet zo lang geleden werd er een filiaal geopend, niet heel ver bij mij vandaan. En daar ben ik dus toen een keer geweest. En ik vond de eerste keer daar komen echt wel heel erg leuk. Ik vond het pand op zich nog best wel redelijk groot. En je kunt daar ook gewoon winkelen met een karretje. Dus zou je echt heel veel spullen nodig hebben, kun je dat in een karretje doen. Maar je kunt ook gewoon een mandje nemen. Net wat je zelf wil. Maar het is best wel een uitgebreid assortiment. Wat mij opviel is dat ze heel veel drinken hebben. En dan moet je echt denken aan die trayen, zeg maar. Met weet ik hoeveel blikjes drinken erin. Chips heb ik wel veel gezien, veel etenswaren, chocola, snoep, maar ook wel dingen om echt mee te koken. Nou moet ik wel zeggen, de producten zijn dus een stuk goedkoper dan dat je ze in de supermarkt zou kopen, maar dat heeft er ook wel mee te maken dat de datum wat sneller is, dus het is wat minder lang houdbaar. Nou is houdbaarheidsdatum natuurlijk wel heel belangrijk, maar ik denk bij sommige producten zou je het iets langer laten liggen, is volgens mij niet erg. Dan moet je vooral denken aan producten die droog zijn. Weet je, als jij een zakje voor een pasta zoals nasi, bami of macaroni haalt, denk ik echt niet dat het heel erg is. Zou die al over de datum zijn, want het is droog. Dus op zich kun je dat denk ik nog wel even bewaren. Ik heb daar zelf niet zoveel moeite mee, maar dat is ook een hele persoonlijke kwestie van, ja, wat wil je vind je dat zelf een fijn idee? Verder hebben ze ook best wel veel verzorgingsproducten. Ik heb ook wel make-up producten gezien. Maar het was dan een merk wat ik zelf niet kende. Waarvan ik ook niet wist of het bijvoorbeeld op dieren getest werd. Want dat heeft niet mijn voorkeur. En daarom heb ik daar bijvoorbeeld dan ook niks van gekocht. Maar echt wel veel shampoos. Maar ook gewoon haarproducten. Haarverf. Deodorant. Doucheproducten. Handzeep. Nou echt een hele verzorgingslijn. Ook heb ik wel een bak met speelgoed gezien en batterijen en geurtjes. Ze verkopen er echt heel veel. Het deed mij een beetje denken aan de Obisop shop van vroeger. Ik weet niet of mensen die nog kennen. Dat was ook zo'n fijne winkel. Dat was alles ook dan net iets goedkoper. Maar dat was dan iets minder uitgebreid omdat ze niet heel veel eetproducten hadden. En dat hebben ze hier dan wel. Wat mij dan bijvoorbeeld ook opviel is dat er nog adventskalenders lagen. En die zijn dan natuurlijk van december 2023 geweest. Die zijn dan ook echt heel goedkoop. Maar ik vraag me dan af, ja, is die chocola dan nog goed? Maar goed, ze zullen best wel weten wat ze nog mogen verkopen. En waarschijnlijk misschien dat de houdbaarheidsdatum dan tot oktober is of zo. En dan, ja. Dus het zou dus niet zo kunnen zijn dat je hem dan denk ik kan kopen. Dat je denkt van, oh, dan heb mijn kind bijvoorbeeld in december een adventskalender die heel goedkoop is. Ik weet niet of je dat zou redden. Maar mijn ervaring was wel heel positief. Dus ik vond het heel erg leuk om er een keer te zijn geweest. En wie weet dat ik er in de toekomst nog wel eens een keertje kom. Maar ik vond het echt wel heel erg leuk. En ik heb ook echt wel dingen gezien waarvan ik denk, hey, dat heb ik bijvoorbeeld in de supermarkt nog nooit zien liggen. Bijvoorbeeld een bepaalde toiletverfrisser met een geur waarvan je denkt, zo, dat heb ik nog nooit gezien en dat soort dingen. Dus dat is wel heel erg leuk. Nou, ik heb een aantal spulletjes gekocht. Het is niet heel erg veel. Ik heb mijn tasje gevuld en ik heb dus een aantal dingetjes gekocht. Ik zal de prijzen even in beeld neerzetten wat het heeft gekost. En dan denk ik ook al wel dat je het verschil zult kunnen zien met wat je er in een supermarkt of bij een drogist voor betaalt. Ik hoop wel dat de bon erin zit.
Die heb ik nog wel ergens. Nou. De bonnen heb ik inmiddels gevonden, dus dat is fijn. En het eerste wat ik heb gekocht, dat is een waszak. Maar deze is eigenlijk speciaal voor BH's. Vaak is het fijn om die in een boller waszakje te stoppen. Daar heb je de speciale waszakjes voor. En toen dacht ik, oh, dat kan ik wel proberen. Ik zie hier dat ze trouwens ook wel andere spullen erin doen. Ze hebben er hier doekjes in gedaan. Maar omdat hij wat bol is, want hij ziet er dus zo uit, vond ik hem wel heel erg handig voor BH's en misschien wat ondergoed. En ik vond het leuke roze randje eraan wel leuk. Ik weet natuurlijk niet hoe lang dit meegaat, maar het is van het merk Ultra Clean. En hij is 16 bij 20 centimeter, dus ik dacht, nou, dat zijn gewoon van die handige items. Die ben ik bijvoorbeeld bij een Action of zo ook nog niet zo goed tegengekomen. Zo'n waszakje, wel andere. Maar deze die heb ik in ieder geval gekocht. Dus wel benieuwd om dat te gaan proberen. Dan heb ik een zak koffiepads gekocht. Het is van het merk Gala. Ik ken het niet. Er zitten 56 pads in. Het is het merk Regular. Ik heb normaal altijd graag mokka. En als ik cappuccino maak, dan heb ik echt wel donkerdere. Maar ik moet zeggen, ik merk van de mokka smaak ook niet zo heel erg veel. Dit was echt heel goedkoop, want in de supermarkt betaal je hier veel meer voor. Ja, hier heb je gewoon 56 pads. En ik dacht, nou, dat is wel handig. Die dacht ik, ga ik dat gewoon eens proberen. Om te kijken wat bevat. Nou ben ik wel even benieuwd of ik ook een houdbaarheidsdatum zie staan. Nou ja, hier klopt het bijvoorbeeld niet. Want deze houdbaarheidsdatum is tot 1/10/2025. Dus deze is dan nog best wel lang houdbaar. Dat is fijn. Dan hoef je niet ineens heel veel koffie te gaan drinken, want hij is dus nog eventjes houdbaar. Dan heb ik 4 flesjes desinfectiegel gekocht. Dit was een aanbieding, 4 flesjes. Ze waren zo goedkoop en dan ging er nog 25% korting vanaf. Dus ik geloof dat je nu, even kijken. Ik weet niet. Dat stond erbij, maar het staat dus niet op de bon. Maar ik heb dus 4 flesjes. Ik vind het gewoon toch wel fijn om dit spul bij me te hebben onderweg. Maar wat valt mij nu op? De supermarkten en de drogisterijen hebben het niet meer. Ik heb het dus een poosje teruggevraagd. Bij de supermarkt heb ik hier nog desinfectiegel. Nee, die hadden ze niet meer. Ja, van die hele kleine flesjes waar je echt je helemaal schil aan betaalt. Dat was natuurlijk wel echt een corona ding. Al had ik het voor de corona ook wel. Maar ik vind het fijn om dit soort spul gewoon te vullen in een dispenser die ik meeneem in mijn tas. Omdat ik het fijn vind om bij me te hebben. Het gebeurt nog wel eens dat je in de supermarkt iets oppakt. Wat bijvoorbeeld dan heel pikkerig is. En dan moet je naar de volgende winkel. En dan denk ik, jakkie, nu heb ik van die pikvingers. Dan vind ik het gewoon fijn om even desinfectiegel te gebruiken. En omdat het nu een kookje was. Wat ik ook wel handig vind is dat dit zo'n pompje erop zit. Dan ben ik benieuwd of hier dan nog een... deze zijn dan wel over de datum. Deze waren goed tot april 2024. Nou, ik denk dat het niet heel erg uitmaakt dat je het even goed nog wel kunt gebruiken. Maar hier kun je dan bij zien dat dit eigenlijk al over de datum is. En dat geeft dan ook wel aan, omdat het zo goedkoop was. Er zit 250 milliliter in, dus ik heb 4 flesjes meegenomen omdat je bijna nergens meer kunt kopen. Dus dat. Dan heb ik ook een shampoo gekocht van André Lon. Ik heb gewoon altijd deze shampoo en die is gewoon in de drogisterij of in de supermarkt zo intens duur. Maar dit zijn wel de shampoos die goed gaan voor mijn haar. En ik kies er altijd ook graag eentje waar een olie bij zit. Ze hadden niet degene die ik normaal het liefst gebruik met de Arkan olie. Die hadden ze dan niet. Dus ik heb nu Special Levendig Lang gekocht. Voed en versterkt lang haar. Maar hier zit dan wel Sakura en Camellia olie in. Dus dat is wel goed. Nou ben ik ook benieuwd of hier dan nog een houdbaarheidsdatum op staat. Die zie ik zo niet terug. Die is vast wel ergens verstopt. Want volgens mij moet je het erop zetten. Maar ik zie niet waar die staat. Dit was gewoon eigenlijk zo'n stuk goedkoper als wat ik normaal betaal. Dus ik dacht, nou ja, goed, die neem ik dan een flesje van mee. En ik heb er ook gewoon eentje gekocht, weet je.
Als het gewoon allemaal gewoon goed bevalt, ik zou er nog een keer komen en mijn shampoo is dan weer op, dan zou ik misschien wel wat meer inslaan. Maar volgens mij heb ik sowieso de helft minder betaald als in de supermarkt. Ja, deze hadden ze dan wel. Die heb ik dus graag. De Oil & Curl. Dit is de conditioner. Die heb ik dan ook gekocht. Die had ik dus ook graag in de shampoo gehad. Maar dat zie je dan wel. Die hebben ze dan niet. Hier zit burrito-olie en murumuri-boter in. En deze is ook anti-pluis. En dat heeft mijn haar heel erg nodig. Want ik heb echt wel veel pluishaar. Maar ja, dit zijn dan gewoon de leuke dingen die je dan voor een veel goedkoper prijsje kan kopen. Net wat ik zeg. Ik vind het jammer dat ik hier de houdbaarheidsdatum niet van optie staan. Maar wat mij wel opvalt is dat de tekst ook gewoon Nederlands is die achterop staat. En dat is ja, dat is wel goed en fijn. Dus ja, daar ben ik wel blij mee voor een leuk prijsje. Het laatste wat ik heb gekocht, ik zei al, ik heb niet heel veel gekocht, is deze geurkaars van de Robijn. Deze kaars die wilde ik eigenlijk al heel lang graag een keer proberen. Ik ben dol op de robijnlijn van Zwitser. Dat zeg ik niet goed. De Zwitserlijn van Robijn. Ik vind die bijvoorbeeld ook echt die wasverzachter en die wasmiddel heel lekker. Maar ze hebben dus ook geurkaarsen. Normaal gesproken hebben ze ook geurstokjes. Maar ja, toen zag ik deze en die is normaal gewoon super duur. En die was hier een stuk goedkoper. Hij ruikt echt heerlijk naar de Zwitsergeur. Ja, het moet je ding zijn. Heerlijk vind ik het ruiken. Staat hier dan ook een houdbaarheidsdatum op? Ik ga even voor jullie kijken. Ik zie het zo niet terug, maar bij een kaars vind ik het niet zo erg. Want ja, die steek je gewoon aan. En ja, deze kaars die gaat dus ook als je hem aansteekt, ruikt hij gewoon heerlijk naar robijn. Het is gewoon een heerlijke geurkaars. Ze hadden ook nog een andere staan. Die is ook wel van een van de bekende wasverzachter en wasmiddelgeuren. Maar ik weet niet meer precies welke dat was. Ja, volgens mij iets met groen. Maar ik heb voor de robijn gekozen. En omdat ik die al heel lang graag een keer wilde hebben. Dus dat vond ik wel leuk. Ja, en het laatste wat ik heb meegenomen is dan een shopper. Maar om de spulletjes in te doen. Want anders had ik geen ruimte meer. Maar dat is het ook. Dus nou ja, zoals ik al zei. Het was niet heel erg veel. Maar ik vond het wel heel erg leuk om daar een keer te komen. Net wat ik zeg, misschien als ik er nog een keertje heen ga, dat ik denk, goh, ik zou wat andere dingen willen proberen. Maar ik had ook niet echt, ja, echt heel veel nodig. Ja, shampoo heb ik altijd wel nodig. Nou, die koffie die kwam goed van pas. Ja, en gewoon, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk wat ik heb gekocht. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie al eens een bezoekje hebben gebracht aan de Die Grenzen. En ja, wat jullie ervaring ermee is. Vond je het bijvoorbeeld ook een fijne winkel? Of is de winkel waarvan je denkt, nou, het is niet zo mijn ding. Dat kan natuurlijk ook. Ik vond het zeker een keer voor herhaling vatbaar. Ik ben eigenlijk wel benieuwd ook wat je vindt van de dingetjes die ik daar gekocht heb. Ja, het is niet zo heel interessant, want het zijn gebruikersdingetjes. Maar ik word er toch wel heel erg blij van. Nou, ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Als je nog vragen hebt over mijn ervaring die ik misschien niet genoemd heb, laat ze dan zeker eventjes weten in de comments. Dan beantwoord ik ze nog met liefde. Nou ja, ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!